In het begin, toen ik net roeide, dacht ik eigenlijk alleen maar aan hoe hou ik die boot recht en hoe hou ik die riemen in mijn handen. Zeker omdat ik met een aantal mensen roeide die het al wat langer deden. Maar tegenwoordig gaat eigenlijk de hele week een beetje door je hoofd heen, alles wat je meemaakt. En ja, het is een ideale plek om gewoon je hoofd even leeg te maken van een drukke week. De voorzitter van de Tweede Kamer die roeit hier ook, Gerry Verbeet. Ik weet niet of ze dit jaar nog roeit, maar ze heeft de afgelopen jaren heeft ze hier ook steeds geroeid. En er zijn wel meer politici, ook wel wat gemeenteraadsleden en ook een wethouder die de afgelopen jaren hier hebben geroeid. Ik heb nooit samen met Gerry Verbeet in een roeiboot gezeten, maar we hebben wel afgesproken laatst om eens een keer samen te gaan roeien in een tweetje. Dus misschien komt het er nog van. Het is een rustgevend moment op zondagmorgen, dus het enige waar ik nooit over praat als ik hier ben is politiek. Ja, een van de allereerste keren dat ik hier kwam roeien, hadden ze mij een mooi verhaal verteld van op die steiger na afloop kan je lekker in het zonnetje zitten als je geroeid hebt en kom je bezweet uit die boot. Maar ik was eigenlijk al bezweet voordat ik het eerste tochtje ging maken. Ik ging er zo op staan en ik probeerde toen gewoon om in te stappen. Maar in plaats dat ik instapte, ging het dus zo. Steekoud. Mijn favoriete plek in Amsterdam is roeicentrum Berlagebrug. Omdat ik daar geleerd heb wat roeien is. En ondanks het feit dat ik de eerste keer in het water viel, toch ben doorgegaan met roeien.